Hier bij de Krijtmolen in Amsterdam-Noord is het net alsof de tijd heeft stilgestaan. En hier op station Purmerend Centraal staat de tijd echt stil. De nieuwe stationsklok staat al een half jaar stil. En volgens reizigersvereniging Rover is het nu echt 11:55. U bent reiziger? Klopt. Wat vindt u ervan dat deze klok stilstaat? Een beetje irritant af en toe. Als je dan net toevallig geen telefoon legt of je horloge niet bij hebt en je wil toch echt weten hoe laat het is. Ja, ik heb er zelf geen last van. Maar je hebt het wel gemerkt? Nee, ook niet. Ja. Wat vindt u ervan dat de stationsklok het niet doet? Hij doet het toch gewoon? De NS wijst naar ProRail. ProRail wijst naar de gemeente Purmerend. De gemeente Purmerend wijst weer naar de NS. En zo is het klokje weer rond. En als iedereen naar elkaar gaat wijzen, dan weet je wel hoe laat het is. Maar de wijzers van die klok draaien niet rond. En dat is nu juist het probleem hier in Purmerend, waar iedereen ontevreden is over de nieuwe stationsklok. Mijn klok doet het gelukkig nog wel, want zoals het klokje thuis tikt, tikt het nergens.